Een zeer goede zondagavond, mijn dierbaren. En met vreugde zie ik jullie allemaal vandaag terug om verder te spreken over de zeven hoofdzonden. En dit is wel degelijk belangrijk, dat wij verder strijden tegen onze lasters. En we zijn namelijk in het laatste gedeelte van de vastentijd aangekomen en de zogenaamde passietijd, de lijdenstijd van onze heiland. En mogen de overweging van het lijden van Christus ons aanzetten en nog daadkrachtiger tegen de zeven hoofdzonden te strijden. En laten wij vandaag dus verder gaan met de bespreking en eerst nog een voorbereidend gebed bidden. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in alle eeuwen der eeuwen. Amen. Onbevlekt hart van Maria, bid voor ons. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het Rijk Gods bestaat niet in spijs en drank, maar in gerechtigheid en genade in de Heilige Geest. In Christus beminden. In de 14e eeuw wilde paus Urbanus V een wijziging aanbrengen in de strenge regel van de Kartuizerorde. In de Kartuizerregel stond er namelijk geschreven dat de monniken op eeuwig het vlees moesten derven, als uitboeting voor de zonden van de mensheid en ter beteugeling van de zinnelijkheid. Paus Urbanus V meende echter dat dit vleesderven schadelijk moest zijn voor de gezondheid en wilde deze regel afschaffen. Dit voornemen wekte heel wat beroering bij de Kartuizerorde. Zij besloten daarom een afvaardiging tot de paus te sturen en daar enige voorspraak in te leggen. Zij stuurden een afvaardiging bestaande uit allemaal oude monniken. Ze waren ook echter allemaal kerngezond. Een van de monniken naderde de pauselijke troon, boog diep zijn hoofd en sprak: "Wij danken uwe heiligheid dat hij zo om het wel en wee van zijn zonen bezorgd is. Wij zijn echter toch naar hier gekomen om zijn heiligheid door ons verschijnen te vragen en te bewijzen dat het vleesderven toch gezond is en het vasten dat wij beoefenen mogen behouden. Ja, dit vasten, deze matigheid in spijs en drank die wij beoefenen, bezorgt ons zelfs een lang leven. En om dit te bewijzen, waren wij Kartuizers eerst van plan maar enkele jongelingen onder ons, namelijk monniken van 70 of 80 jaar, tot u te sturen. Maar om ons bewijs nog meer kracht bij te sturen, stuurden wij oude mannen. De jongste onder ons telt 87 jaren, de oudste heeft bijna 100 jaren. En die oudste, zo sprak de woordvoerder, ben ik. En dierbaren, deze indrukwekkende verschijning, dit indrukwekkende bewijs dat vasten gezond kan zijn, dat matigheid lange levensjaren bezorgt, miste zijn werking niet. Paus Urbanus V trok zijn besluit in en liet de Kartuizers toe, net als voorheen, hun strenge, matige levenswijze te behouden. En die waren, nadat wij op de drie vorige vastenconferenties te spreken waren gekomen over de nijd, de hoogmoed en de toorn, bespreken wij vandaag de matigheid. Of eerder de tegenovergestelde hoofdzonde van de gula, de onmatigheid. En we willen daarbij onderscheiden de onmatigheid in het eten, de gulzigheid, en de onmatigheid in het drinken, de dronkenschap. We willen zoals gewoonlijk
drie vragen stellen. Wat is deze hoofdzonde van de onmatigheid? Wat zijn haar gevolgen? En welke middelen kunnen en moeten wij aanwenden tegen deze ongeregelde neiging? De gulzigheid en de dronkenschap zijn zoals aangeduid dochters van de onmatigheid, waarbij de lichamelijke begeerlijkheid de richtlijnen van het verstand niet volgt. De tegenovergestelde deugd van de onmatigheid is de matigheid, en zij bestaat in drie aspecten. Ten eerste in de kuisheid, welke de ongeregelde drang naar het geslachtelijke regelt. Ten tweede in de onthouding, welke de ongeregelde neiging naar genot van spijs en drank controleert. En ten derde in de nuchterheid, welke de ongeregelde zucht naar bedwelmende drank of andere bedwelmende stoffen zoals drugs en andere regelt. De eerste vorm van onmatigheid, de onkuisheid, is een afzonderlijke zonde en zullen wij afzonderlijk apart bespreken, namelijk komende woensdag. Eigenlijk, mijn dierbaren, weten wij dat principieel het gebruik van voedsel op zichzelf goed is, ja zelfs noodzakelijk. God heeft immers in zijn wijsheid ons mensen niet enkel maar geschapen en op de wereld gelaten, maar heeft er ook voor gezorgd dat op deze wereld, in deze schepping, planten en dieren ons als voedsel ter beschikking staan. God heeft ons er ook uitdrukkelijk op gewezen dat het bestaan van planten en dieren uitdrukkelijk daartoe dient te zorgen dat de mens kracht kan opdoen zodat hij kan blijven leven en ook zijn daden kan verrichten. En omdat de mens het niet zou vergeten het voedsel tot zich te nemen, of het dit niet met weerzin zou doen, heeft God ook aan eten en drinken een bepaald gevoel van welbehagen geschonken. En dat is daarom dat het geen zonde is spijs en drank te genieten, omdat ze smakelijk zijn, mits ze echter benut worden om het door God gegeven doel te bereiken, namelijk dat wij kunnen leven, dat wij kunnen werken, en om sociale contacten aangenamer te kunnen maken, namelijk in verband met de maaltijd. Houdt men dit alles in het oog, aldus mijn dierbaren, dan is men werkelijk een christelijk leven aan het leiden. Doet men dit niet, dan gelijkt men op een persoon, zoals de heilige Paulus zegt, wiens buik de afgod is. Zoekt men het genot bij het voedsel of het drinken, omwille van het genot alleen, los van het God gegevene doel, dan begaat men de zonden van de onmatigheid. Met onderscheiding van gulzigheid in het eten en dronkenschap in het drinken. Leggen wij ons eerst toe op de beschouwing van de onmatigheid betreffende het eten. De neiging, of de zondige neiging tot eten, kan men op vier verschillende manieren bekijken. De heilige Thomas van Aquino somt ze mooi op in het Latijn: prepropere, nimis, ardenter, studiose. De heilige Thomas zegt dat wij ten eerste onmatig of gulzig kunnen zijn, zondig kunnen zijn, als wij meer eten dan nodig is, meer eten dan nuttig is, nimis, te veel. Natuurlijk, deze maat hangt af van een ieders lichamelijke gesteltenis. Indien wij de gevolgen van de gebruikte hoeveelheden ongemak waarnemen, dan hebben wij waarschijnlijk de zonde van onmatigheid begaan. Ten tweede, zondigt men
als men ontijdig eet. Dat wil zeggen, zonder regelmatig uur. Te onpas of te pas, op elk ogenblik, prepropere. En hierin, mijn dierbaren, moeten de ouders hun kinderen reeds van jongs af aan goede gewoonten aanleren. De regel is, wij eten bij de maaltijd. Ten derde, zondigt men als men wraakzuchtig te werk gaat. Net zoals beesten op hun voedsel springen, ardenter. We moeten strachten als een katholiek steeds met enige beschaafdheid, met verstandelijkheid te werk te gaan. Ten vierde, zondigt men indien men enkel maar dure of exclusieve spijzen wil eten, of zeer kieskeurig is, of steeds met het zoutvat of het pepervat in de hand zit. Studioze. Hierbij moet men ook de kinderen reeds van jongs af aan leren te eten wat de pot schaft. Tenzij natuurlijk de ouders uit ondervinding weten dat iemand een of andere schotel werkelijk niet kan verdragen. Dat is betreffende de zondigheid in het eten. Wenden wij ons nu op de onmatigheid toe in het drinken. De zonde van de dronkenschap. De zonde van de dronkenschap, mijn dierbaren, kunnen wij eigenlijk verbreden naar alle misbruik van zaken die ons verstand kunnen benevelen of zelfs uitschakelen. Denken wij bijvoorbeeld aan drugs. De zondigheid bestaat eigenlijk hierin dat de mens, zoals wij weten, geschapen is naar het evenbeeld van God. Dat betekent dat hij een verstand heeft. De zondigheid bestaat daarin dat wij dit verstand belemmeren of uitschakelen. Men vernietigt Gods kunstwerk in ons, Gods plan in de mens. We zien het. De dronkaard heeft geen verstand meer. Hij vertelt onzin. Men verliest zelfs elk edel gevoel. Men verliest de gedachtenis, de herinnering. Men geraakt in ongebondenheid, in onzedelijkheid. Ja, de heilige Ambrosius noemt de onmatigheid in drank de schipbreuk van de deugd van de kuisheid. De heilige Paulus, mijn dierbaren, prent de christenen reeds, de eerste christenen reeds, maar het geldt ook voor ons, betreffende deze twee ondeugden van gulzigheid en dronkenschap, in het geheugen, de volgende woorden. Het rijk van God is niet spijs en drank, maar gerechtigheid en genade in de Heilige Geest. Daarin, mijn dierbaren, daarin ligt ons genot. In God, niet in de schepselen. De kerkvader, de heilige Chrysostomus, hij wijst er zijn onmatige tijdgenoten aan het hof van Constantinopel er bovendien op dat eigenlijk de dieren niet onmatig zijn. De kerkvader vertelt daartoe volgende anekdote. Een stalknecht dronk vaak menig glas bier na elkaar om de dorst te lessen. Meermaals was hij daardoor beschonken. Een heer wilde deze knecht beteren. Op een dag beval daarom de heer aan zijn knecht om een paard te gaan laten drinken. Toen de knecht dit paard in de stal had gebracht, gaf de heer zijn knecht nog eens hetzelfde bevel. Ga het paard laten drinken. De knecht keek verwonderd op. Maar het deed het toch, uit gehoorzaamheid. Het duurde niet lang of het paard en de knecht waren reeds terug. De heer vroeg aan zijn knecht, heeft het paard opnieuw gedronken? Nee, antwoordde de knecht brommend. Iedereen weet toch dat een paard enkel maar drinkt totdat zijn dorst over is.
De Heer zette een glimlach op en sprak: "Wel nu dan, beste knecht, neem dan een voorbeeld aan dit paard en onthoud dat als u de juiste hoeveelheid drank overschrijdt, u onverstandiger bent dan verstandeloze dieren." En die waren. De heilige Johannes Chrysostomus gaat eigenlijk nog een beetje verder. En hij zegt: "Wilt u weten waarom de toestand van een bezetene minder erg is dan die van een onmatige? Wel, zo zegt hij, met een arme bezetene heeft iedereen medelijden. Een onmatige mens echter verafschuwen wij. De bezetene beklagen wij. Over de onmatige toornen wij omwille van zijn gedrag. De bezetene is een slachtoffer van de duivel. De andere echter is lichtzinnig en door eigen schuld in Satans macht geraken." Stellen wij ons nu de vraag, mijn dierbaren: welke zonde is de onmatigheid? Op zichzelf is de onmatigheid een doodzonde ex genere suo. Dat betekent dat zij doodzonde is, maar in meeste gevallen herleid wordt tot een dagelijkse zonde. Waarom? Omdat onmatigheid een zonde in de natuur is en niet tegen de natuur. Eten en drinken is zoals gezegd iets goed, mits men het verstand volgt. Dat betekent, mits men maat houdt. Nochtans kan onmatigheid toch een doodzonde worden door de omstandigheden. Bijvoorbeeld, als men door het eten en drinken het verstand verliest, een zogenaamde blackout kent, of indien men de gezondheid schadigt, of zich daardoor in de onmogelijkheid brengt verplichtingen te vervullen. Bijvoorbeeld, als men op zaterdagavond een zwaar feestje heeft en daardoor niet op zondagmorgen de mis kan bijwonen. Of indien men door het overmatig eten en drinken niet meer in staat is de schulden te betalen of zijn huisgezin te onderhouden, dan wordt de onmatigheid een doodzonde. Wat zijn de gevolgen van de hoofdzonde van de onmatigheid? Want zij is een hoofdzonde. Dat betekent dat zij gevolgen heeft. Deze gevolgen hebben wij reeds aangeduid. Iedereen kent ze. De heilige pastoor van Ars zegde: "Menig kwaad komt uit vraatland." Onmatigheid, zo zegt hij, trekt de mens omlaag naar de heerschappij van de zinnen. Verstand en wil gaan langzaam hun smaak voor het hogere, voor het geestelijke, verliezen. De mens geraakt verstomd. Men wordt ongeschikt voor het geestelijk gebed en men zoekt veel meer naar zinnenprikkelende, naar lichamelijke genoegens. En men komt daardoor in de gelegenheid tot zonde van onkuisheid. Bovendien maakt de onmatigheid de mens traag, onwillig om te arbeiden. En dit alles, mijn dierbaren, zijn wij eerlijk, zijn zaken die behoren tot het heidendom en niet tot het christendom. Daarom, wij moeten daadwerkelijk iets tegen deze hoofdzonde doen. En zo komen wij tot onze derde vraag. Hoe moeten wij ons tegen de onmatigheid wapenen? Ten eerste, zo zegt de heilige Thomas, moeten wij denken, mediteren over onze verheven waardigheid. De staat waartoe God ons geroepen heeft. Agnosce, o Christiane, dignitatem tuam. Gedenk, o Christen, uw waardigheid. Zo zegt Paus Leo de Grote. Hoe vernederend is het, hoe onwaardig is het voor een christen die eigenlijk moet streven naar het hemelse vaderland,
waartoe God ook al de onbetaalbare genaden schenkt. Dat hij zozeer met zijn buik vasthangt aan de aarde, zoals de heilige Paulus het zegt. Dat een christen zozeer zijn vreugde zoekt in het vergankelijke. Eigenlijk moeten we zoals Christus kunnen zeggen, mijn spijs, mijn genot is het de wil te volbrengen van God die mij heeft gezonden hier op aarde. Mijn Vader in de hemel. Onze vreugde moet erin bestaan God te dienen en niet onze buik te vervullen of ons verstand uit te schakelen door alcohol of andere middelen. Net zoals de heiligen, onze ware idolen, onze ware voorbeelden, moet onze lijfspreuk luiden: ik kastijd mijn lichaam en breng mijn lichaam onder de heerschappij van mijn ziel. De geest, ons verstand, wiens beelden, waardoor wij een beeld zijn van God. Houden wij onze waardigheid, onze adel in ere. Ten tweede, na deze principiële overlegging waaruit wij kunnen handelen, moeten wij ten tweede ook handelen. We mogen dus zoals de leerlingen van onze lieve Heer, zoals de apostelen, en niet achterblijven in de verstervingen die onze heiland beoefende. Hij gaf ons een schitterend voorbeeld van de daden die wij kunnen verrichten. En 30 jaar lang was Jezus Christus tevreden met normale kost. En daarna ook nog bracht hij nachten in vasten en gebed door. Hij had geen steen om zijn hoofd te rusten op te leggen. Ook daar de matigheid in slaap. Aan het kruishout plaagde Jezus een brandende dorst. En hij werd gelaafd met onsmakelijke gal en azijn. Mijn dierbaren, wie Christus leerling wil zijn, moet de meester navolgen. Moet ook zijn kruis opnemen. Voor de onaangenamere zaken kiezen. Voor de verstervingen. Voor de ontzeggingen. Ja, mijn dierbaren, alleen door maat te houden, kunnen wij onze wil sterk genoeg maken om menig bekoringen te overwinnen, te weerstaan. Onze lieve Heer zegde, bepaalde duivels, bepaalde bekoringen kan men enkel door vasten en gebed overwinnen, uitdrijven. En vooral nu mijn dierbaren, nog eens, in deze laatste weken van de vastentijd. En moeten wij ons daarin oefenen, zodat wij met Christus op Pasen weer verrijzen uit onze ondeugden, uit onze gevallen natuur, uit de doodzonde, tot een verheerlijkt lichaam, in de genade, zoals God ons geschapen heeft. En deze geest, mijn dierbaren, stel ik u voor, en vandaag als slotgebed, de privatie van de vastentijd te bidden. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Waarlijk passend en rechtvaardig is het, billijk en heilzaam, dat wij u, Heer, Heilige Vader, Almachtige Eeuwige God, altijd en overal danken. Want door het vasten van het lichaam onderdrukt gij onze ondeugden, verheft gij onze geest en geeft gij ons kracht en overwinning. Door Christus onze Heer, door wie de engelen uw heerlijkheid loven, de heerschappijen haar aanbidden, de machten haar in diepe eerbied erkennen, de hemelen en de krachten der hemelen en de gelukzalige serafijnen haar jubelend bezingen. Wij bidden u dat gij onze stemmen met de hunnen willen aanvaarden
in nederige erkentelijkheid, zingende: Heilig, heilig, heilig zijt gij, Heer God der Heerscharen. Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid. Hosanna in de hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. Amen. Aan de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Nog een goede zondagavond, mijn dierbaren.